duizenden vierkante meters, 300 exposanten, 200 sprekers en al heel veel mensen op bezoek. Welkom bij de ICT en Logistiek en Logistica Next 2024. We gaan naar binnen. We zijn bij Zebra op de stand. Ze staan weer pontificaal vooraan bij de ingang. Albin, de beurs is weer begonnen. Zeker. Ik zie hier iets en jij mag uitleggen wat het is. Ga ik zeker doen. Goedemorgen. Goed er weer te zijn. 3 dagen tijd, weer veel professionals om te ontmoeten, dus dat is perfect. Wat ik hier heb is een voorbeeld van iets belangrijks voor ons. Dat is machine vision en fixed scanning. En ik kan je even laten zien wat het doet. Ja, graag. Ook iets met AI geloof ik? Absoluut. Kom mee. Dit is een voorbeeld van onze machine vision oplossing in de vorm van retour logistics. Ik kan je laten zien hoe het werkt, real time. Je ziet hier de opstelling. Als je kijkt nu naar het scherm, dan zie je daar iets wat wij met het blote oog niet zien. Wordt daar herkend als zijnde een batchcode en een barcode in één keer. Kijk het groene vlak. Daar zit hij. Nu is het direct in het systeem, in het WMS, opgeslagen. In plaats van dat er na het scannen van de barcode nog eens handmatig een tekst gedaan moet worden. Dus je hebt minder handling? Veel minder handling en je wint echt tientallen secondes per item. En dat kan hard oplopen zoals je weet. Wat je hier ziet is een oplossing, een nieuw device dat wij gelanceerd hebben. Een combinatie van een wearable systeem en een hands-free scanner. Okay. En wat is de slimmigheid in dit geval? Nou, Zebra is natuurlijk al heel lang bekend van de wearable oplossingen, maar wat je hier ziet is echt een doorontwikkeling van een heel succesvol platform. Wat maakt hem beter? Groter scherm, krachtiger, lichter, nog ergonomischer. En wat echt uniek is, is de manier hoe het toetsenbord gepositioneerd is ten opzichte van het dragen. Wat doet dat voor de orderpikker? Ja, het is vooral ergonomisch en het is gewoon een stuk prettiger werk. En als je een dag lang werkt, is het fijn dat je hardware daar, dat je daar eigenlijk optimaal kan van profiteren. Ik zie hier twee gele kolommen en een zwarte voet. En die zwarte voet is nieuw, geloof ik, hè? Ja, dat klopt. Dit is onze nieuwe generatie. Wij noemen dat zelf Gen 4, vierde generatie. Ons product kenmerkt zich, ja, kunststof, flexibel, alles kunststof, maar een stalen voetplaat. En dit, sorry, dit is geen stalen voetplaat? Klopt, inderdaad. Dit is de nieuwe generatie. Daarbij is de voetplaat ook van kunststof. En dat biedt grofweg twee voordelen. Hij is heel veel sterker. En tegelijkertijd in omgevingen waar nat gereinigd wordt, hebben we geen RVS meer nodig. Onze lichtere variant is sterker dan onze zwaarste variant nu in staal. De kunststof misschien, is die veranderd? Wij noemen het monoplex. Het is een ander type kunststof. Hij wordt ook niet meer geëxtrudeerd, maar hij wordt gegoten in een mal. En dat betekent? Dat die extruderen is het smelten van korrels en door een extruder halen. En deze wordt in een mal geproduceerd. Maar wat doet dat voor het product? Zodat we die 3 lagen kunststof, want daar bestaat die uiteindelijk uit, de paal, de tussenlaag en de voetplaat, in 1 keer gemaakt kunnen worden. Luc, ik zie hier een machine die ik nog nooit eerder heb gezien. Is die nieuw? Ja, dat is onze nieuwste innovatie aan de papierkant van Rampak. Die heet de Petpack Multistation. En wat doet die? De machine begint met een converter die papier in een bepaalde vorm giet, die beschermend een bufferende werking heeft. Die machine aan zich is niet nieuw. De innovatie zit erin hoe wij die pad, dat materiaal, snel en ergonomisch beschikbaar maken voor de packer. Zodat de packer sneller kan verpakken. En ergonomischer kan verpakken, zodat het ook meer comfortabel is voor hem om te verpakken met ons materiaal. Ja, dit is onze tweede innovatie aan de beschermende verpakkingsmaterialen kant. Dat heet Jami MV. Dit is papier met kleine sneetjes erin. En als je daar aan trekt, in dit geval automatisch, expandeert dat papier. En zorgt het voor oppervlaktebescherming van materialen die je wil beschermen. En dat is een direct alternatief voor noppenfolie, bubble wrap. We staan hier voor een machine. Die heel veel beweegt en heel veel doet. Wat is het en waar dient het voor? Dit is onze parcelmachine. Die maakt een hele kleine tray van golfkarton. Daar kun je een product in vervoeren dat in een brievenbus past. Bijvoorbeeld een reep chocolade, bijvoorbeeld juwelen, medicijnen. En die kleine tray wordt vervolgens gevuld en bedekseld met een kleine deksel. Waardoor je dus een pakketje krijgt dat in een brievenbus past. De machine die kan ongeveer 1000 trays per uur maken. 1 persoon kan dus alles bedienen, dus het vormen van de tray, het vullen en het sluiten. Dus het is een vrij efficiënte, goede machine die zeer duurzaam is. Ja, dat klinkt zeer efficiënt. Is het in deze e-commerce business die natuurlijk nog steeds groeiend is,
ook een hardloper in dat opzicht? Ja, er is steeds meer vraag naar, zeker in de ontwikkelingen die gaande zijn. Veel mensen gebruiken nog enveloppen, met name plastic enveloppen. Is natuurlijk ook niet duurzaam. Die worden langzaamaan vervangen, maar ze worden vervangen door iets wat wel bescherming geeft. En daar is deze kleine tray natuurlijk de optimale oplossing voor. Ja, de Unified Execution en Planning houdt in dat we in feite de wereld van planning en supply chain execution combineren. Dat betekent dat je niet alleen gaat over het plannen van voorraden, maar dat je met het plannen van voorraden ook rekening gaat houden met capaciteiten die je hebt in je DC qua ruimte, maar ook qua medewerkers. Dus dat je een bidirectionele planning kunt maken. Dus je kunt nog beter afstemmen binnen en buiten, plat gezegd. Precies, ja. Dus de supply chain binnen en buiten worden op elkaar afgestemd. En transport hoort daar natuurlijk ook bij. Dus in feite is het een unification van distributie, transport en planning. Dit was Beursdag 1, vol innovaties, mooie producten, inspirerende kennisverhalen. Ik zou zeggen, ga zelf kijken, morgen woensdag dus, donderdag, hier in de Jaarbeurs in Utrecht.